Vandaag laat ik je zien hoe je de extra letters, oftewel de glyphs in een font kan gebruiken in Canvas. Het is een beetje omslachtig allemaal, daarom heeft dit programma ook niet mijn voorkeur om zijn vele beperkingen. Maar goed, voor de mensen die Canvas toch fijn vinden om te werken, hier een video. Je ziet hierboven heb ik het al getypt. We willen dat hartje tussen de twee namen hebben en een leuke swirl aan het einde bij familie. Zoals je ziet, als je dat nu in Canvas typt, dan gebeurt er helemaal niks, krijg je gewoon de gewone letters. De meeste Windows computers die hebben een standaard app, speciale tekens heet het, of special characters, als je de Engelse versie hebt. Je ziet hier, dat is de character map, dat is de standaard app die bij Windows zit. Bovenin selecteer je dan het font waar je mee werkt. Dat ben ik nu dus even aan het doen. Dus zoals je ziet heb ik aardig wat fonts. Dan moet je nog twee handelingen verrichten. Allereerst moet je Advanced aanklikken. En moet je hier al bij Unicode moet je helemaal naar beneden scrollen. En dan krijg je een extra schermpje en ook daar moet je helemaal naar beneden scrollen. En dat zorgt ervoor dat je de extra letters, de speciale letters van een font, te zien krijgt. Maar zoals je ziet heb ik al moeite om de juiste letters te vinden, want het is wel heel erg klein. Dan kan je bij Microsoft, bij de Microsoft Store is dat, ik zal een link onder in de video plaatsen, een gratis app. Downloaden, ook met deze speciale tekens en die is een stuk groter en fijner. Dat laat ik je zo even zien. Maar als je deze app gaat gebruiken, dan selecteer je dus de letter die je wil. Dan klik je op Select. Daaronderin zie je de toetscode, maar dat vind ik lastig. Ik heb gedaan Select, Copy en dan doe ik met mijn rechtermuisknop Paste. En dan krijg je de letter die je net heb geselecteerd. Wanneer je een woord hebt getypt in Canvas, dan staan de letters wel mooi aan elkaar, zo lijkt het. Maar op het moment dat je gaat snijden, dan zijn het nog steeds allemaal losse letters. Dus daarom is het altijd verstandig om even alles te selecteren en dan weld te doen, zodat de letters mooi in elkaar smelten en je gewoon één woord hebt. Hier laat ik zien hoe je dus naar de Microsoft app gaat. Zoals je ziet is deze al veel groter, de letters zijn veel duidelijker. En werkt een stuk prettiger. Hij is gratis, dus ik zou dan adviseren, download deze, het kost niks en het werkt een stuk minder frustrerend. Ook hier moet je natuurlijk weer eerst je font kiezen die je graag wil gebruiken. En dan selecteer je de letter die je wil. Dan klik je op Add. En dan kopie, weer met je rechtermuisknop. Je selecteert de letter die je wil vervangen voor het hartje. En daar is die. Het enige nadeel op deze manier is dat niet alles netjes aansluit, zoals je ziet. En dus moet je, wat ik gedaan heb, wat dan een oplossing is, is het woord los te typen. En hem daarna gewoon er netjes aan te slepen. En dan het gehele woord, inclusief het hartje uiteraard. Selecteren en weer weld en dan heb je ook weer mooi één woord en vloeit alles netjes over. Zoals je ziet is het best wel omslachtig om dit voor elkaar te krijgen in Canvas. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar Scull, oftewel Shortcutslot, wat wel een betaald programma is, maar heel gebruikersvriendelijk. Maar er is ook nog een ander programma wat heel fijn werkt en dat is gratis en dat is Inkscape. Ik zal de linken onderin mijn video plaatsen. En ook hier zal ik